Zondag, eerste dag dat we kunnen fietsen. En we dachten, we nemen het ervan. Lau is er ook nog niet, dus we kunnen ook nog een soort van gezellig mogen fietsen. Maar wat we vandaag gaan doen is de Obisque. Hij is sowieso echt een knettermooie klim. Zo langs die klif, je voelt je daar echt zo klein. Ja, het is natuurlijk de berg van Este, 1951. Kijk even mee. Wim van Est valt in het ravijn, 70 meter diep. Zijn hart stond stil, maar zijn Pontiac liep. Schrijft van Est opnieuw geschiedenis, nu internationaal. In de eerste bocht van de afdaling van de Col d'Obisque tuimelt van Est 70 meter diep het ravijn in. Eigenlijk is er maar één opdracht vandaag. Stilstaan bij het plakkaat, als dat dan een goed woord zou zijn. Bij het gedenkteken, moet ik zeggen, van Wim van Est. Que tu m'avais bien connu autrefois. Je suis resté peu de temps. J'avais trop de chagrin. Je t'aimais toujours autant. Je ne signifiais rien. Hier moet het zijn. We zijn in de buurt. Hier moet het zijn. Kijk. Wimpie. Hier is het dan gebeurd. Hier viel tijdens de Tour de France op 17 juli 51 Wim van Est in zijn gele trui. Hij overleefde de val, maar verloor de gele trui. Wim van Est was de eerste Nederlandse drager van de gele trui in de Tour de France. Oké, hij kwam dus hier naar beneden. Ja, het is weinig keuze hier. Hoogte is altijd vrij moeilijk te filmen, maar... Ik kan je zeggen, dit is wel echt... Oh. Ja, ik ben toch licht kritisch tegen dit hele verhaal aan daar kijken. Wat dan? We hebben vanochtend op YouTube gekeken. Dan wordt hij dus huilend uit het ravijn getrokken. Maar dat kan eigenlijk niet. Maar er staat een cameraman onder hem. Ja. Dat is toch gek? Is het eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als dat we eigenlijk niet op de maan zijn geweest? Godverdomme man, hé. Die weer mee. Tom. Kijk, hé. Je ziet toch al slecht diepte, maar dit komt goed af. Hé, dit is net gaaf geluk, man. Kijk je hield hem net die bocht. Jezus, Mina, man. Hé, moet je nagaan, hé. Wij wisten dat deze bocht kwam, hè. Ja. Wim niet. Wim! Wim!